kijkt naar UitTV, jouw uitgaansprogramma voor de regio. Volop aandacht voor cultuur, dans, muziek, film, theater, concertinformatie en natuurlijk uitgaan. Op 24 en 25 februari 2012 vindt in Arnhem de vierde editie plaats van Geesel XL, het Gelders Popweekend. Met een flinke greep uit de Gelderse popscene, workshops, expos, sessies en tientallen bands. Vanaf nu kun je een festivalticket voor Geesel XL kopen. Voor 7,5 euro maak je alles mee. Geesel XL is het Gelders Popweekend, dus nou, de naam zegt het eigenlijk al, hè. Dat is een weekend wat helemaal in het teken staat van de popmuziek uit de provincie Gelderland. En alleen uit Gelderland? Ja. Traditiegetrouw is er ook de uitreiking van de Geesel van Gelderland. Drie bands strijden in de finale aan het begin van de avond op vrijdag in Willem 1 om de trofee. Orange Maplewood, Waste en Despicable Heroes. Een must-see. Volgens mij wel, ja. Ja, we hebben dit jaar een supersterke line-up. Met alle genres erin, van knetterharde techno tot hele zachte fluisterliedjes. En rock, metal, dance, noem het maar op, hip-hop. Dus voor iedereen is er iets te halen. En wat raadt u de bezoekers aan om naartoe te gaan? Het slimste is natuurlijk, want je koopt gewoon een passepartout. Je koopt een ticket voor €7,50 per avond. En dan kun je bij alle podia naar binnen. Dus het is slimst om je eigen route uit te stippelen. Maar ik zou sowieso bij het Huis van Puk gaan kijken. En we hebben dit jaar ook concerten in de Waalse Kerk. Dat is een kerk in Arnhem. Dus in de akoestische optredens met onder andere Piepschuim, Aafke Romein en Oyo. En dat wordt heel bijzonder. Want omdat het in de kerk is en ja, ik ben heel benieuwd. Ik zou, ja, loop een rondje, we hebben hiphop bij Luxor. Nou, ga zo maar door. Maar iedereen mag kiezen. Vorig jaar introduceerde Geesel XL een foto-expositie van Gelderse popfotografen. En ook dit jaar zijn er weer een hele stoot nieuwe mooie prenten te bewonderen. Onder de noemer Hartelijk Gefotografeerd zijn de foto's te zien in het café 3 voor 12 Arnhem-Nijmegen, wat voor de gelegenheid gesitueerd is in het café van Willem 1. In dat café zijn op beide dagen interviews en akoestische sessies van de optredende bands, recensies en natuurlijk fotoshoots. Ik las ook iets over het picturebook. Ja. Over dat singer-songwriters een foto opgestuurd krijgen en daar een lied over moeten schrijven. Ja, dat is een van de programma-onderdelen waar ik heel erg benieuwd naar ben en heel erg leuk vind. We hebben 12 singer-songwriters benaderd en die hebben allemaal een foto gegeven uit een archief van wildvreemde mensen. We hebben gewoon een hele hoop mensen benaderd. Heb je nog ergens een bijzondere foto liggen waar volgens jou een verhaal in zit? En we kregen een hele hoop foto's, van 80 foto's kregen we opgestuurd. We hebben gewoon een selectie uitgemaakt. Hebben alle singer-songwriters 3 foto's gegeven. Dan moesten ze eentje uitkiezen. Dus een foto die ze nog nooit gezien hadden. En daar gaan ze een liedje bij maken. En die op vrijdag en zaterdag in het Huis van Puk worden die voor het eerst gespeeld. En ik weet ook van niks. Dus voor mij is het net zo nieuw als voor alle bezoekers. Wil je meer weten over de Gelderse popscene? Kijk op de website www.geeselxl.nl voor de allerlaatste info. In 2012 worden Jip en Janneke 60 jaar. Bovendien zou hun moeder, Annie M.G. Smit, in 2011 100 jaar zijn geworden. En daarom stappen Jip en Janneke uit de boekjes om een feestelijke familiemusical neer te zetten. En natuurlijk komen vader, moeder, Takkie en Sipi ook mee. Jip en Janneke, de musical, is te zien in de Stadsschouwburg Theaterzaal op zondag 12 februari 2012 om 2 uur. Meer informatie op www.keizerkarelpodia.nl. Fonk is een zomersfestival voor jong en oud dat veel leuker is in de winter. Een festival voor cultuurliefhebbers waarvan alles te beleven is. Theater, dans, muziek, film, beeldende kunst en nieuwe media. Het eerste weekend van februari is Fonk Weekend. Noteer 3, 4 en 5 februari in je agenda en kom naar Fonk in loods 008 de transformatie van Oldenbarneveldstraat 90 in Arnhem. Meer informatie via www.fonk.org.
En op zaterdag 11 februari 2012 neemt B2's voor de vierde keer met Hard Bass haar intrek in het Gelredome. Het grootste theater van Nederland zal maar liefst 9 uur lang geheel in de teken van hardstyle staan. Dat wordt gepresenteerd door 16 DJ's en acts, verdeeld over 4 zorgvuldig geselecteerde teams. 11 februari, Gelredome Arnhem, om 10 uur. Meer informatie op www.gelredome.nl. Carnaval. Ook als je niet uit het zuiden komt, dan kom je er niet omheen. Het staat bijna voor de deur, dus we kijken alvast vooruit naar wat ons allemaal te wachten staat. En dat doen we samen met de top-entertainer, de zanger, de komiek, de spelleider en damesliefhebber Benny Solo. Ja, dat ben ik. Heel goed, ja. Wat zijn de absolute daar moet je bij zijn momenten deze carnaval 2012, Benny? Daar ging je absoluut niet in moet komen in mijn carnaval. Nee, nou je moet eigenlijk overal naartoe waar het gezellig is. En in Knotsenburg weet ik toevallig heb je fantastische Mariekepaleis. En dat zit ook in het hartje van het centrum. En dat is een beetje zeg maar de kern van het Knotsenburgse carnaval. Dat weet ik uit ervaring. En daar waait iedereen zo richting Kolpinghuis. Naar Vereniging kun je links laten liggen, want dat is tegenwoordig niet meer in vragen, zeg maar. Waarschijnlijk om de patates. En alle cafés doen natuurlijk ook allemaal mee. Op een maandag heb je ook van ga mee van café naar café. En op zaterdag begint het eigenlijk al. Hè. Dan begint het eigenlijk met de sleuteloverdracht. Dan wordt de sleutel officieel gehuldigd, of hoe zeg je dat, gegeven aan de prins. Prins Ronald II van Knotsenburg hebben we. En op zondag is er een fantastische optocht. Eigenlijk door het hele centrum van Nijmegen. Dat moet je echt een keer zien. Dus op zondagmiddag volgens mij begint het al om 2 uur. En op maandag heb je natuurlijk ook al vroeg shoppen. Dus een keer lekker vroeg shoppen, zeg maar. Hè. En op dinsdag is het ook nog feest. Dan heb je ook nog volgens mij iets van Knotsenburg in Rosso of zoiets. En dan woensdag nog even lekker haringkie happen. Natuurlijk is carnaval niets zonder een perfecte outfit. Wat zijn volgens Benny de perfecte outfits op de door hem geadviseerde locaties? Nou, je kunt beter wel wat aantrekken. Vooral natuurlijk voor het kindercarnaval. Dat ziet er net even iets gezellig uit. Maar er is één paleis in Nijmegen. Dat is Puck's Party Shop. Waar je zeg maar kilometers aan kleding hebt. Tegenwoordig doen de New Kids, Nitro New Kids, die doen het ontzettend goed met snorren, een beetje drachten van Benny Solo, Hoezelbloesje, maar ook echt de striphelden van vroeger, die doen het ontzettend goed. Dus ik noem me echt een Mickey Mouse, een Donald Duck, maar ik noem ook een Smurf, bijvoorbeeld, hè, van de Smurfen. Dus die doen het allemaal een kabouterpak, alles wat een beetje gezellig eruit ziet in ieder geval. En herkenbaar. Benny Solo staat al 39 jaar, je zou het niet zeggen, positief in het leven. En heeft over zijn lijfspreuk Leef Vandaag een nummer gemaakt. Met als titel, hoe kan het ook anders, Ik Leef Vandaag. Pieter van der Waterbeemt, bekend scenario schrijver van onder andere musicals als Doe Maar, Toon, All Shook Up en meest recent Droomvlucht, waagde zich aan de tekst en de muziek. De uitkomst is een gezellige meezinger, waar de positiviteit van afspat. Een echte carnavalskraker, Benny. Ja, het is echt een feel-good nummer. Echt een beetje dat mensen ook moeten denken van, je leeft ook vandaag. Hè? We gaan niet te veel sparen voor later als je er dan waarschijnlijk niet meer bent. Of dat je dan toch tot je 85ste door moet werken. Dat is nou niet interessant. Maar leef een beetje vandaag. En dat bedoel ik ook in de grote zin des woords. Hè? Geniet. Hè? Ik bedoel, ze zeggen altijd, je moet je ben je gelukkig? Nou, dat gevoel, dat is trouwens een leuke clip op de achtergrond. Ziet er goed uit hier. Dat is een beetje mijn moraal. Leef vandaag en niet gisteren of morgen. Want zonder zorgen word ik niet blij. Ik weet niet wat er komen gaat en of mijn fiets er straks nog staat. Ik leef vandaag. Dus geef dat rondje van de zaak nu maar aan mij. Ja, ja. De nieuwste carnavalskraker van Benny Solo, Ik Leef Vandaag, is genomineerd voor de titel Minst Slechte Carnavalshit van het Jaar door Giel Beelen van 3FM. Een mislukte carnaval kan daar dus in elk geval niet aan liggen. Je moet er wat van doen om een PR-momentje te genereren, zeg maar, bij de landelijke radio natuurlijk. Hè. En dat is niet makkelijk. Nee, er zijn echt, ik geloof, nou zo'n 583.000 nummers waar je op kan stemmen. Dus ik heb jullie stem nodig. Dus ga even naar www.giel.vara.nl en stem even op Ik Leef Vandaag, als je tenminste mij een warm hart toedraagt.
Nou, ik ben natuurlijk in het Knotsenburg, maar daar ben ik vaak incognito. Ik ben in Elst, u kent het wel, tussen Nijmegen en Arnhem ligt Elst op zondagmiddag. Op maandag in Malden. En op maandag ben ik ook in Beek bij de Roze Montag op zoek. Dat is echt zeg maar, de afterparty met tranen met tuit. Dus staan we in de grote feesttent bij het café. Dus dan komt het helemaal goed. En op dinsdag zit ik lekker met de voeten in een sodabadje. Want ik ga ook Brabant nog langs. Hè. Nou, ik wens iedereen, alle kijkers van Kanaal 13, een fantastisch carnaval. Ik zou zeggen, geniet ervan. Leef vandaag. En geef het rondje van de zaak nu maar aan mij. De prinses is gevangen genomen door een gevaarlijke reus. Wie het lukt om haar te bevrijden mag met de prinses trouwen en zal de rest van zijn leven in het kasteel mogen wonen. Klein Duimpje ziet dat wel zitten. Zal het hem lukken de gevaarlijke reus te verslaan? Zijn de beroemde 7-mijlslaarzen echt zo snel? Het beroemde sprookje is met indrukwekkende decors en swingende muziek bewerkt tot een reusachtig betoverende musical. Te zien in de Schouwburg in Nijmegen. Op zondag 26 februari om 2 uur start de voorstelling. Meer informatie op www.keizerkarelpodia.nl. Na succesvolle optredens op diverse festivals het afgelopen jaar begint Anouk 2012 met een grote optreden in Gelredome. Op zowel donderdag 8 als zondag 11 maart geeft de zangeres een concert in het grootste theater van Nederland. Dit concert zal voorlopig het laatste grote concert van Anouk zijn in een lange periode. De kaartverkoop is inmiddels van start gegaan. Kijk op de website www.anouk.nl voor meer info. Donderdag 8 en zondag 11 maart 2012 om 8 uur. En bijna 30 jaar na de oprichting in Amsterdam heeft De Dijk een onaantastbare positie bereikt in nederpop. De band is Nederlands cultuurgoed geworden. En belangrijker nog, met het album Brussel uit 2008 bewezen Huub van der Lubbe en zijn stoere mannen nog steeds artistiek relevant te zijn door hun unieke amalgaam van soul, blues, rock en polderpoëzie naar de bijna perfectie te tillen. Wat de plannen voor de toekomst zijn? Voor een ras muzikantenband als De Dijk is er maar één plan. En dat voeren ze al 30 jaar lang uit. Spelen, spelen en nog eens spelen. Ook in Luxor Live, al is dat pas op 19 april. Om 8:30. Info en kaarten via www.luxorlive.nl. En daarmee komen we alweer aan het einde van deze UitTV voor deze week. Ging het allemaal te snel voor je? Of wil je nog een keer terugkijken? Zoek dan deze aflevering van Uitgelicht even terug via www.kanaal13.tv. Ook op je mobiele telefoon of tabletcomputer. Tot volgende week.